U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond. Wie is Jan Drop? En daar heeft Jelle een antwoord op. Jan Drop, dat was de persoon die in het verzet zat. En eigenlijk alles deed in het verzet wat je maar niet kan bedenken. En toen de oorlog afgelopen was, was hij de initiatiefnemer om in 1946 met het idee te komen dat er een dodenherdenking moest komen. Ja. En ik heb dus van Jan Drop zelf een herinneringsboekje gemaakt. Ja, dat ziet er prachtig uit. Dat we hem dus ook niet mogen vergeten. En hij heeft ook die hele hoge Israëlische onderscheiding gekregen. Want hij heeft ook veel Joodse mensen verborgen in de illegaliteit laten verdwijnen. Dat ze maar niet werden gepakt. En ik vind gewoon deze man, samen met zijn vrouw Greet Tielemann, die mogen we niet vergeten. En daardoor heb ik dit boekje dus ook gemaakt. En dus de aanstoot was dit voor de dodenherdenking. Ja, oké. Okay. Die man die was geen politicus, maar die was ambtenaar in, ja. in dienst van de regering in principe. Ja. En naar aanleiding daarvan heeft hij dat de dodenherdenking er precies in leven geroepen. Ja. Maar hij zat ook in het verzet. Ja. Ja. Ah, ja. Ja, dat was dus ook een verzet. Wat mooi dat je dat ook allemaal uitgezocht hebt. Ik vind het wel geweldig. Ik heb gelezen dat je boekbinder bent. Ik ben nog een oude typograaf van huis okay. uit. Ik kom nog uit het lood. Ja, maar dit is allemaal met loodlettertjes geschreven. Ja, dit is en elke tekst die je ziet, die maak ik eerst een proefdruk. Ja. Want dat weet u zelf wel, de letters zijn allemaal in spiegelbeeld. Ja. En een B en een D, daar waren je zo. Het mooie is, als je vroeger in het lood werkte, kun je de krant spiegelbeeldig lezen. Ja, ja. Kun je de krant voor de spiegel lezen en kun je het zo lezen. Ja, ja. En dat ja. kan ik nog steeds. Dan ik kan alle spiegelbeeldig lezen. Daar zijn wij nog niet uitgepraat. Oh, een nieuwe uitzending. Ik voel een nieuwe uitzending geboren worden. Ja, ik heb wel eens gesuggereerd, waarom maken we niet een keer een uitzending hier in Kampen over alle drukkerijen die hier zijn geweest. Want er waren hier op een moment misschien wel 30 drukkerijen in Kampen. Ja. En als je dat nu ziet, ja, zal er nog één of twee zijn, maar dan houdt het op. Nou, word ik gespreksleider. Interview ik jou, Jan? Ik heb mijn hele leven in de grafische wereld gewerkt. En ik weet er alles van. Vanaf het lood tot aan het printwerk wat nu gebeurt. Alles wat ertussen zit, ik heb maar meegemaakt. Ja. Ik denk wel dat dit onderwerp, zoals wat Jelle heeft gemaakt, een echt moment is om echt even stil bij te staan. En ik vond het verhaal van mevrouw IJsselmann, ja, dat liep een rilling over mijn rug heen. En dat is om stil van te worden.